Wat was nou uw eerste bijbaantje? Mijn eerste bijbaantje, dat zou ik niet precies meer weten. Wellicht is dat geweest in de fruitpluk, aardbeien of kersen wat ik heb gedaan. Nou, mijn vader had een eigen bedrijf. Die had winkels, eerst twee, later één, in dier- en tuinbenodigdheden. En eigenlijk vanaf jongs af aan steeds weer wat meer en uitgebreid heb ik gewoon in de winkel meegewerkt. Ik ben na mijn opleiding eerst de militaire dienst geweest. En na militaire dienst ben ik bij de Raad van State gaan werken. En is er ook een periode geweest dat u even uit de running bent geweest? Dus dat u eventjes niet kon werken? En... Ja, ik heb in 2002, het had ik 15 maanden in de Tweede Kamer gezeten. Toen was de verkiezingsuitslag zo slecht voor de ChristenUnie dat er mensen uit de Kamer moesten. Was ik er één van? Nee, ik heb dat zelf niet gehad, gelukkig. Ik mag met dankbaarheid zeggen, dat is natuurlijk niet je eigen verdienste. Dat is ook maar een gave van God. Dat ik altijd de gezondheid heb gekregen en energie heb gekregen om mijn werk gewoon te kunnen doen. Maar wel om me heen natuurlijk ook gezien van mensen die wel korter of langere tijd uitgeschakeld waren. Het idee dat je moet stoppen met iets waar je graag mee door was gegaan, dat heb ik wel ervaren. En vond ik best wel lastig in die zin dat je je afvraagt van ja, wat heeft God met mij nu van plan? Hè? Wat is hij met me van plan? Wat is zijn doel nu met mijn leven? Als je 15 maanden in de Kamer hebt gewerkt en je denkt van ja, dat is toch ook wel een soort roeping, dat het zo abrupt stopt. Het bijzondere bij mij is geweest dat ik een half jaar later weer teruggeroepen ben en nou ja, inmiddels nu onafgebroken vanaf die periode in de Kamer actief ben.